gaan vandaag een eindrit maken. In ieder geval de eerste stap, een stap van twee processen. We gaan kijken naar transcriptie. We gaan dus de code overbrengen die op het DNA staat naar mRNA. Zodat die in de ribosoom afgelezen kan worden en de eiwit van gemaakt kan worden. Hier in het zwart staat mijn DNA weergegeven. 3 accent, 5 accent, 5 accent, 3 accent, antiparallel zoals je ziet. En op dat DNA staat in een van de twee ketens en een van de twee strengen. Staan 20 tot, of daar staan genen en er zijn 20 tot 30.000 genen in ons genetisch materiaal. We gaan kijken wat er met één gebeurt. Stel je voor, we kijken hier zo naar dit gen, wat ik hier toevallig gewijs getekend heb. Dat gen wordt gekenmerkt doordat er voor dat gen een promotor staat en aan de andere kant staat een terminator. En daartussen ligt mijn gen. Die promotor die wordt door RNA-polymerase opgemerkt. Die klemt zich op dat DNA en begint te lezen wat er op de matrijsstreng staat. De matrijsstreng is de streng waar daadwerkelijk het gen op staat. Die begint te lezen en die begint, zoals in het vorige filmpje ook al gezien heb, een polymerase uit te voeren. Of die begint iets te polymeriseren. En wat? Namelijk RNA. Dus we maken hier RNA. En die doet dat totdat die terminator tegenkomt. En je ziet hier 5 accent naar 3 accent. Ook weer antiparallel met de matrijsstreng. Wat die daar maakt. Het verschil met het replicatie van DNA is dat dit natuurlijk maar een heel klein stukje is. Een heel klein stukje van die enorme lange DNA-keten. Iets wat ik je verder eventjes wil laten zien is dat die promotor en die terminator wordt vaak door elkaar gehaald met het startcodon en het stopcodon. En dat zijn namelijk wezenlijk verschillende dingen. Het startcodon en het stopcodon dat staat op het mRNA. En de promotor en de terminator die staan op het DNA. Deze zijn ook nergens anders te vinden dan op het DNA, terwijl de start- en stopcodon, die zou ik nog wel terug kunnen vinden op het DNA. Namelijk het startcodon wordt gekenmerkt door AUG, die drie lettercombinatie. Die zou ik op de matrijsstreng terug kunnen zien als tak. En dat ligt dan ergens in dit gen. En op de coderende streng is dat ATG. En de reden dat de coderende streng heet, is dat de code van het mRNA komt overeen met die van de coderende streng. Alleen moeten we dan thymine vervangen door uracil. Goed, we hebben hier mRNA gemaakt, zou je zeggen. Maar dat klopt niet helemaal. We hebben pre-mRNA gemaakt. We moeten namelijk nog het een en ander doen aan dit mRNA om te zorgen dat het functioneel mRNA is. Wat moeten we namelijk doen? Dat is splicing. Als ik nou dit mRNA eventjes wat vergroot tot dit, dan zie je dat, als je goed kijkt, zie je daar twee kleuren. Niet in het echt natuurlijk, maar gewoon even om duidelijk te maken dat er twee verschillende groepen zijn in dat pre-mRNA. Namelijk exonen, hier in rood, en intronen in blauw. Die exonen die gaan de kern uit, daar zit dus essentiële informatie voor dat ribosoom. De intronen blijven in de kern en daar zit geen informatie die dit ribosoom nodig heeft om dat eiwit te kunnen synthetiseren. Dus die exonen, ja, die halen we hier uit, we knippen dit hele geheel in stukken. Die rode delen, die exonen, plakken we aan elkaar. En dan moeten we nog twee dingen doen om te zorgen dat het niet verteerd wordt, dat het mRNA niet verteerd wordt in het cytoplasma. We zetten er een hoedje op, een 5 accent cap, een hoedje of een dop. En dat, dat kan je zien omdat de guaninegroep die dan daar aan het uiteind zit, die heeft een methylgroep aan zich gebonden gekregen. En een polyA-staart, namelijk een lange staart van een paar honderd A'tjes, die zorgen er allebei voor dat dit mRNA, wat het nu is geworden, het is functioneel mRNA geworden, dat dat niet verteerd wordt in het cytoplasma. Dit mRNA kan dus uit de kern, door een kernporie, het cytoplasma in en het kan op zoek gaan naar een ribosoom, waar het dat ribosoom waarschijnlijk wel zal treffen. Dit staat allemaal in je binas, 70G tot en met J. Je moet het goed kunnen volgen en kunnen snappen, je moet het kunnen toepassen. Transcriptie, je zit zeker in je eindexamen, dus doe hier moeite voor. Spoel het filmpje terug. Heel veel succes.